Holland Sport, nabeschouwing. René Haken, overwinning op Emmen. Is dat dan voor jou extra speciaal? Ja, vooral omdat we nu twee keer achter elkaar winnen. Dat vind ik gewoon goed. En dat het dan tegen Emmen is, dat is natuurlijk leuk en mooi meegenomen. Aangezien je uit de regio komt en daar jaren gewerkt hebt. Maar ja, dan ben je toch veel en hoofdzakelijk bezig met je eigen ploeg. Kijk, een winnende trainer heeft altijd gelijk. Maar had je vandaag met 4-3-3 willen starten? Of was dit al plan gedurende de voorbereiding richting Emmen? Waarom die vraag? Nou, jij wilt thuis graag aanvallen voetballen, liefst met 4-3-3, heb je ooit uitgesproken. Ja, maar volgens mij hebben we nu met 4 spitsen gespeeld vandaag. Oké, schaakmat. Ja. Hey, 4-2-4 pakt goed uit vandaag, laten we maar zo beginnen dan. Ja, nee, het gaat uiteindelijk maar net op welke posities jongens uitkomen. En uiteindelijk hebben wij een aantal wedstrijden in de voorbereiding ook zo kunnen spelen. Wel met een aantal andere jongens nog, maar... Maar uiteindelijk heeft het vandaag gewoon goed uitgepakt en daar zijn we blij mee. Ja, want langzaam maar zeker kun je weer kiezen. Dat is voor een trainer toch super lekker. Ja, zeker. En voor de jongens ook. Want die voelen dan ook goede zin van het woord meer druk. Dat ze moeten presteren. En alle spelers op alle verschillende posities, dat zit ook heel dicht bij elkaar. Dat is niet zo van, oh, dat is één uitgesproken beter dan de ander. Dus dat betekent ook dat ze hopelijk dat ze het wakker houdt om uiteindelijk... toch te blijven leveren. En ja, dat vond ik ook wel deels terug te zien vandaag. Dat iedereen tot aan het eind heel, heel gretig bleef. Ja, de plaggen werden eruit gelopen. Ze zijn nog aan het repareren. Ja, dat kan ook aan het veld liggen. Maar, nee, maar de bereidheid was gewoon heel groot. En ja, dan zie je gewoon wat het doet met spelers. Als je voorstaat, thuispubliek het steunt. Dat geeft gewoon een extra energie. Dat is mooi om te zien. Waar heb je meest van genoten vandaag? Nou, ik moet eerlijk zeggen, de eerste kwartier vond ik nog niet goed. En ik vond dat we misschien is dat wel tussen de 15 en 25e minuut misschien wel, als ik kijk als trainer, de beste fase. Waarom? Omdat ze het zelf oppakken? Of? Ja, dat ze rustig blijven ook. En dat ze niet uit de organisatie gaan lopen om als gekke druk te gaan zetten. Waardoor je dus net overal te laat komt en maar had meer de bal. En wij kregen gewoon nog niet goed voor elkaar de eerste kwartier om daar goed druk op te krijgen. En na 20 minuten werd het wel steeds beter. En daardoor vond ik ook dat we goed in de wedstrijd kwamen. Daardoor de kansen en ook uiteindelijk de eerste goal maakten. En dat ben ik eigenlijk misschien wel het meest trots op. Tweede helft was het iets afwachtender, niet zo snel druk zetten. Was dat een bewuste opdracht? Nou ja, ik denk dat we met een hele grote kans direct beginnen nog, zelfs. Ja. Want dat had zomaar ook al de 2-0 kunnen zijn. Alleen het belangrijkste is dat je gewoon vanuit een goed compact blok die druk oppakt. En Emma had weinig diepte in hun spel, dus daarin lag niet, vond ik, een heel groot direct gevaar. Maar goed, ze kwamen wel nu een aantal keren in de 16. En ja, dan valt denk ik de 2-0 ook op een moment dat het dan naar ons toe valt. En ja, dan ontstaan er nog meer ruimtes en ja, daar hadden we nog meer van kunnen profiteren. Maar goed, jammer van de 3-0. En toch nog twee momenten dat we goed wegkomen. De bloksliding van Jay. Ja. Heel belangrijk. En daarnaast nog een redding van Jeffrey, denk ik, in de korte hoek. Ja, dat houdt ons ook op de nul. En dat is ook mooi dat we ook de nul kunnen houden, ook voor het eerst dit seizoen. Ja, en dat je dan op 6 punten staat en over Emmen heen gaat. En ja, je nestelt tussen die ploegen waarmee je gaat spelen om in de Eredivisie te blijven. Ja, dan zijn dit gewoon hele welkome en belangrijke punten. Proef ik nou een beetje opluchting? Nee, opluchting was de vorige week. Plek valt. Vorige week was de opluchting misschien wel groter, omdat je snakt naar je eerste overwinning. Maar je wilt er ook weer een goed vervolg geven. En je wilt gewoon continu aansluiting houden bij die ploegen waarmee je weet dat je gaat strijden om in de Eredivisie te blijven. Dus is dit gewoon super belangrijk. En dan is het ook mooi dat je thuispubliek ook na Feyenoord, PSV en dan Sparta, wat natuurlijk veel moeizamer was, dat je het publiek ook een overwinning kunt geven. En ja, dat is ook mooi dat die wisselwerking er dan ook, dat ook te voelen is in het stadion. Mij verraste vandaag Edvardsson 2 keer met 2 geweldige flikvlakken. Ja, dat mij niet in die zin dat hij het wel of niet kon, want dat wist ik al. Oh, wist je dat? Ja, we natuurlijk hebben hem bekeken voordat hij hier naartoe kwam, dus toen heeft hij dat ook wel eens laten zien. Daar heb je hem ook een beoordeeld dus. Ja, maar toen kreeg hij ook heel snel kramp, dus moest ik hem er ook uit halen. Dus 2 flikvlaks waren net iets te veel van het goede. Nee, maar Oliver is gewoon een hele atletische jongen. En dat zijn ook jongens die dan ook heel snel zich kunnen aanpassen, zich kunnen ontwikkelen. En ja, als hij dit dan even kan laten zien, dat is ook leuk. Willemsson moest je eraf halen, Adekanje, die komen eraan, maar die zijn nog niet fit genoeg voor 90 minuten, denk ik. Nee, dat is ook de reden. Die jongens die moeten we gewoon nog steeds opbouwen. Ja. Willem is na AZ natuurlijk niet meer gespeeld en Bobby is natuurlijk al, daar hebben we het vaker over gehad, die heeft natuurlijk een langere geschiedenis. Ja, ja. Maar het belangrijkste is dat ze wel
die 65 minuten, 70 minuten gewoon vol kunnen leveren. En zowel naar voren als naar achteren. Kijk, en Bobby komt van heel ver daarin. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien dat hij dat steeds beter gaat doen. En ja, en ik weet zeker als hij nog fitter wordt, en dat gaat hij worden, dan gaat hij ook aanvallend gezien nog veel meer brengen. Alleen ja, je wilt hem ook niet over de kling jagen, waardoor je misschien weer een terugval krijgt. Dus we moeten goed op de jongens passen. Hoe ga je de komende week invullen met het vrije weekend? Ja, we spelen van de week nog een wedstrijd waarin we iedereen ook weer kunnen laten voetballen. Dus dat is mooi. En daarnaast hebben ze het weekend mogen ze even genieten bij de familie. En dan moeten we ons voorbereiden op Ajax. Jezus, als verdediger de nul houden, hoe belangrijk is dat? Ja. Had je nog niet meer stilgestaan? Ja. Nee, heel belangrijk. Nee, maar ook zeker omdat de afgelopen, van mijn hoofd, 5, 6 wedstrijden niet de nul hebben kunnen houden. En ook 5 keer hebben verloren. Dus dan wil je, zeker als centraal verdediger samen met jouw laatste lijn en de keeper, wil je gewoon een keer de nul houden. En hadden we van tevoren ook tegen elkaar gezegd van vandaag moet die dag zijn, weet je wel. Dus ja, dat is wel extra fijn dat het dan lukt en dat we ook nog kunnen winnen. Ik heb social media een beetje gevolgd de laatste weken. Men vindt dat, laat ik zeggen, politiek correct, een beetje spannend als jullie van achteruit zo opbouwen. Ja, ik hoorde ook al wat geluiden in de eerste helft als we toen aan het opbouwen waren. Ja, ik snap dat zij dat wel spannend vinden. En als je natuurlijk wel ver uit elkaar zet en als je de bal verliest, dan ligt het helemaal open. Maar ja, ik denk dat we hebben wel echt goede voetballers in het team. En ook over het midden en ook, ik denk, vanuit achter en met de voetballende keeper. Dus je ziet ook dat we echt kunnen voetballen en dat we af en toe eronder uitkomen. Eerst komen we ook één keer onderuit en dan eindelijk helemaal in hun 16, weet je wel. Dus dat is het positieve dan. Maar ja, als je bal verliest, ja, dan kan het natuurlijk ook helemaal open liggen. Dus daar moet je gewoon een beetje mee spelen. Ja, ik snap dat de opdracht van de trainer uit is, neem ik zo aan, om zo op te bouwen. Ja. Ja, kort en krachtig, ja. Ja, maar het is ook afwisselen. Dan is het een keertje lang, want daar creëren we ook veel uit, zeg maar. Als we op Isaac kunnen spelen of op Willem, die dan weer kan laten met name de tweede helft deden jullie wat meer. Ja, ja. En, maar ik denk, en dan hebben we het ook vaak over dat het belangrijk is om dat af te wisselen. Dan een keer lang, weet je wel, en dan een keer opbouwen. Want ja, er ontstaan ook meer ruimtes dan, weet je. Dus het publiek moet maar een beetje vertrouwen krijgen. Ja. Vandaag hebben jullie bewezen dat het ook goed gaat, hè? Ja, precies, ja. Dus ja, maar vertrouwen zit hier wel altijd goed, denk ik. Dat heb je ook in de afgelopen 6 wedstrijden gezien, waar het niet altijd helemaal geweldig ging. En soms ging het wel oké, maar kreeg je te veel tegendoep en dan verlies je uiteindelijk, weet je wel. Maar ja, ik denk wel dat het vertrouwen hier tussen ons en de supporters wel goed zit. Ja, nu zeker wel met zo'n mooie overwinning. Ja. Had bijna 3-0 kunnen mogen zijn, maar 2-0 is wel een lekkere zegen. Ja, klopt, ja. Maar ja, is ook lekker fun, want als je hier verliest met dit weer en zo, en op zo'n zondag, dan denk je ook van ja, dan zit je er niet lekker in. Dus dat is extra lekker om dan. Het weer was dramatisch, hè? Spekglad veld, ja. De bal schiet soms alle kanten op. Ja, dat merk je wel een beetje. Dus daar moet je ook wel van tevoren ook tegen elkaar zeggen van kijk uit met dit veld. Weet je wel. Die bal glijdt door. En, dus ja, daar moeten we extra mee opletten. Toch speelde je een meesterlijke pot? Nou, we hebben het aardig gedaan. We hebben het aardig gedaan, maar ze hebben ook wel af en toe een paar kansen gekregen. En Jeff heeft ook een paar goede ballen eruit gehad, weet je wel. En als zij die scoren is weer 2-1, dan is de wedstrijd weer open. In de eerste helft hadden ze ook een paar kansen. Zo heb je altijd wel, heeft de tegenstander ook wel altijd kansen. Maar om dan te zeggen dat we een meesterlijke pot hebben gespeeld. Jij. Ik doelde op jou. Sorry. Hey, go ahead, nee. Zou beter kunnen. Oh, zo bedoel je. Nee, jij, nee, jij speelde een meesterlijke pot. Nee, dat vond ik niet. Te bescheiden. Nee, ik kon echt wel veel dingen veel beter pakken. Neem me daarin mee dan? Nou, ik kan me een paar keer herinneren dat die spits of rechtsbuiten wel een paar keer in mijn rug diep ging. En dan ging het zeg maar wel net goed. Dat die bal net achter de defensie toch wel doorglipt op die natte grasmat. Ja, precies. En dan begint hij te lopen. Maar het helpt wel dat het dan wel natuurlijk wel glad is. En dan kan Jeff hem wel oppakken. Maar af en toe kwam ik niet helemaal goed uit met mijn positie, zeg maar, mijn passen. Waardoor hij, zeg maar, als hij hem aanneemt, ja, dan staat hij gewoon bijna 1-1, weet je wel. Dus dat kan nog wel beter. En ook onze press, zeg maar, vond ik af en toe, ja, zeker in de eerste helft was het een beetje lastig, omdat zij 2-6 hebben. En af en toe speelden zij er onderuit. En voor ons als verdediger was het af en toe ook moeilijk om te beslissen wanneer we wel of niet konden doorstappen. Zeker als zij de bal vrij hebben liggen, dat ze hem ook nog achter onze laatste lijn kunnen leggen, weet je wel. Dus daar hebben we dan ook over in de rust, weet je wel.
Dus daar zijn gewoon een aantal dingen. Ondervangen. Ja, dus wat heb je dan anders gezet? Of is het gewoon de waarschuwing van let daar nou op dat die Diemers ook daar met meekomt? Ja, ja, eigenlijk op zich was het in ieder geval veranderd. Maar Diemers werd niet meer gevaarlijk, tweede helft. Werd bijna niet in het spel betrokken. Ja. Nee, maar daar kwam ook vanuit de trainer dat wij hem ook op een bepaalde manier moesten dichtzetten. Dat we niet naar zijn rechter moesten laten draaien. Want dan gaat hij het spel verplaatsen, gaat die mensen wegsteken, weet je wel. Dus dat wisten wij, zeg maar, richting tweede helft vooral. Ik moet zeggen, in de tweede helft... Kwam er van hem in ieder geval geen gevaar meer uit? Nee, maar in de tweede helft vallen ook af en toe iets meer terug, weet je wel. En proberen ons moment daar te pakken om dan vooruit te pressen. En in de eerste helft was heel veel, zeg maar, hoog. Waardoor ze af en toe ook er onderuit kon spelen, omdat die ruimtes dan iets te groot waren, weet je wel. Dus dan hadden we expres gekozen van iets langer wachten, weet je wel, een moment kiezen en dan gaan. Ja. Dus vandaar. Dat pakte goed uit? Ja, denk het wel. Uiteindelijk wel, ja. Dat is dan wel lekker om in eigen stadion weer een feestje te vieren. Ja. Te lang geleden toch? Ja. Welke liedjes zingen ze ook altijd na de wedstrijd? In ons café, hè? Ja. Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Ga je dan volle borst mee? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat is mooi. Daar kijk je naar uit, weet je wel. Want dat is onze eerste overwinning pas hier thuis, weet je wel. Die fans die verdienen daar ook een feestje, zeg maar. Zeker na de over 3 of 4 andere thuiswedstrijden. Waar we af en toe wel goed speelden, weet je wel, tegen PSV Feyenoord, ja, met 10 man. Lastig staat tegen. Kijk, je thuis tegen Sparta, dan verlies je dan, weet je wel. Ja, dan mag je dan eigenlijk niet verliezen, dus je wil dan echt iets terug doen, weet je wel. En dat spraken we ook na elkaar uit, zeg maar, heel deze week en ook voor de wedstrijd. Dus ja, dat is extra lekker om er dan te kunnen geven. Met veel strijd geleverd op de grasmat. Ja, zoals het hoort. Belangrijk, weet je wel. Die tweede duels. Ja, dat is hoe het hoort en dat is wat de mensen hier willen zien, maar dat is ook hoe wij willen voetballen. Dus ja, dat was vandaag wel erg goed. Filip Rommens, dat Edwards een man of the match werd, dat mag, maar ik vond jou man of the match. Oh ja? Ja, dat is Kun je mooi. Daar een beetje in vinden? Ja, man of the match weet ik niet. Ik denk als iemand 2 goals maakt en ook 2 mooie goals, dan verdient hij het ook wel. Maar... Jij voelde je als een vis in het water vandaag. Ja, heel veel water. Ja, ik vond hem goed. Ook met Evert samen op middenveld zag je ook tweede ballen waren voor ons en we waren gewoon sterk. En je voelde ook dat we het overwicht hadden in de wedstrijd. En dat hebben we eigenlijk dit seizoen nog te weinig gehad, vind ik. En dat was zeker een goed gevoel. Ja, een paar heerlijke steekpaasjes, al weet je dan een beetje tegengehouden als was het helemaal misschien wel een assist. Ja, klopt. Assist klopt. Geweest. Ja, en ook nog een goede corner. Ja. Dat kan ook een assist zijn, maar... Ja, we hebben de 3 punten en dat is het belangrijkste. En op zichzelf ook een lekker gevoel, goed gespeeld, dus tevreden. Is dat een opluchting? Ik denk dat vorige week een grotere opluchting was. Ik denk, ja, vandaag... Dat de eerste was vorige ja, week, toch wel, toch wel. Ja, op zich is het ook de eerste thuis. Je wilt de fans ook iets teruggeven. En, het is mooi om dat zo te doen met goed spel. En gewoon, je zag iedereen was gretig. Tweede ballen waren voor ons. Ja, absoluut, hè. Ja, en dat is mooi, want dat zien de fans ook graag. En, want ze zijn flink met de gasmat bezig, die hebben jullie bijna omgeploegd. Het is nodig, ja, het is nodig. Hey, maar vorige week dus dan de eerste overwinning. Brengt dat dan extra vertrouwen dan in de groep voor richting zo'n wedstrijd van vandaag? Ja, toch wel. Ik denk ook vooral opluchting. Dat je toch die eerste 3 punten hebt, dat je van die 0 af bent, is toch een belangrijk. Maar op zich... Het vertrouwen was er altijd wel. Je zag ook op training, er is kwaliteit. Dat heb je vandaag ook weer gezien. Moet 2 goede goals gemaakt. En, ja. Ja, het doet alleen maar goed. En, ik denk dat het alleen maar beter kan nu. En je neemt de meeste vrije trappen en corners. Daar wordt volgens mij flink op geoefend achter gesloten deuren. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk zeker 2-3 trainingen in de week dat we daar echt specifiek op trainen. Wie is de creatieve brein daarachter? Tristan Berghuis. Ja. Ja. En dan hebben we zo'n groepje samen dat dan samen gaat zitten met beelden en dan bespreken van oké, wat denk jij en wat denk jij. Dus, als er midweeks op de Europese velden iets leuks gebeurt, dan heb jij Tristan Berghuis al? Ja, we hebben zelf een groepsapp samen, dus met Bas, Jay en dan Tristan. En dan met z'n vieren bespreken we goede momenten en misschien nieuwe ideeën. Of, wat goed is moet je ook gewoon gebruiken. Ja, dat is ook zo. En je ziet ook vorige week, je maakt er 3 uit een corner. Dus, je kan er ook gewoon wedstrijden mee beslissen en dan zie je ook hoe belangrijk het is. En, Vandaag was niet nodig 2 goede veldgoals met Edwardsen aan het einde van de rit. Ja.
Heb je die flikvlak van hem gezien? Ja, ik zei het al, en die wil ik ook leren. Die moet hij mij even leren. Dus, ben je zo lenig? Iets minder toch. Ik word al iets ouder, hè. Laten we dat maar niet doen. Hey, je kan tevreden terugkijken richting de interlandperiode. Mooie stap gezet op de ranglijst, man. Zeker, ik weet niet precies hoeveel. 13e. Ja. Niks degradatiezone. Nee, ja. We wisten ook van als we nu 3 punten pakken, doen we heel goede zaken. En, dat voel je ook in de kleedkamer. Iedereen is heel opgelucht en gewoon nog meer zin in het seizoen. En, na die slechte start. Dus, ja, de punten is de beste voedingsbodem. Hè? Inderdaad, inderdaad. En ook op deze manier is alleen maar mooi. Ja, dankjewel. Geniet er lekker van. Olivier Edwardsen, ja. Congrats. 4 home games, 4 goals. Thank you. How do you feel after this match? I feel amazing. Yeah, it was really, really good match for us. And yeah, it was at the stadium here, the fans, so it was an amazing feeling. Yeah. Take me with you on your first goal. What happened? What do you? Where were you? I were in between, and I saw William get a good touch or pass to me, and I saw it was space between the two central defenders, and I just go in the space and get the perfect ball for me. So, and I chip it over the keeper. So little. Are you just that cool guy? Oh, I hope so. I was at that moment. I was. Yeah, what do you thought on that very moment? Just wait until what the goalkeeper is doing? I know, I saw the goalkeeper came out, so yeah, I think it's the easy way to just kick it over. Easiest way? Yeah, I think so. It's much easier to do it and kick it hard because he came out and there's space over him, so yeah. Then you have to wait a couple of seconds? Yeah, so yeah, maybe a little nervous, but yeah, it's good. And then the stadium exploded. Yeah, it was amazing. So yeah, I will remember this and take it with me. Yeah. Then that flick flock afterwards, man. Yeah, it was better than the goal. You have special talents. Yeah, I do some gymnastics as well, yeah. Okay, take me along with us to the second goal you scored. Yeah, the second goal, yeah, it was a good cross. And, right side? Yeah, right side, and Isak, go past Isak, and then I just come quick in front of the defender. Exactly, and just on the right time? Yeah, right timing, and kick it on the corner. So yeah, it was a nice goal as well. Nice goal. Yeah. Also a nice flick flag. Yeah, even better one. Is this some kind of relief for you and the team? Yeah, of course. It's always nice to win and nice to get the 3 points. And yeah, of course, to get 6 points now. So it's much better than have 3, of course. Did you feel the pressure? Yeah, I always feel the pressure. But you can't let it go into your head. You need to... That's easier said than done. Yeah, easier said than done, of course. So yeah, always feel the pressure. But yeah, it's also nice to have some pressure. Then you keep working harder and get to work. I got the feeling that we haven't seen all from Edvardsen yet. I hope I can get more. Yeah. More goals, you mean? Yeah, of course, more goals. Yeah. Will be nice. Yeah. Was you always the scoring guy in the past for you? Yeah, I always score some goals, but maybe not. Maybe not 20, 30 goals, but always scored like 7 or something. Like, yeah, always score some goals. Yeah. So. Is this the right position for you from the midfield on? Yeah, I think so. Yeah, today was a nice place for me, and I like it there. You like it there? Yeah. Okay. Now you got 1.5 weeks of rest. Yeah. Get some rest, and we do some. Yeah. So that's nice for the team. And You won 2 games, I think. It was maybe better to have another game next weekend. Yeah, maybe because we're in good form now. Good rhythm. Maybe, but we also get time to rest our bodies and keep working on... And study on Ajax. Yeah, and beat them, yeah. And beat them. I hope so. Those are the right words. Yeah, we'll see. They're a good team, so yeah. Man of the match? Yeah, proud nice. Proud feeling? Yeah, it's... You need to get it sinking. It's a little bit... unreal, yeah. A little bit unreal. Yeah, so yeah, it's nice. Yeah. Okay. Thanks, Olivier Edwardsen. Enjoy it. Thanks. Vooraan bij elke sportwedstrijd in de regio. Salland Sport.